Henk Barnaar, je bent een bezig bijtje. De huidige single gaat hartstikke goed, maar de nieuwe komt er ook alweer aan. Ja, natuurlijk. We moeten natuurlijk wel bezig blijven. En de huidige single die loopt zeg maar ontzettend goed. En er komt natuurlijk ook weer een opvolger. Ik verwacht dat die volgende maand uitkomt. En zo zijn we maar bezig, zeg maar. Hè. 21 juni is de datum dat hij eigenlijk uitkomt. Of tenminste een week daarvoor. Maar dan heb ik mijn albumpresentatie. Dus dan is hij overal verkrijgbaar. Dus daar zijn we aan het werken. Ook dat nog. Ja, we gaan 16 mei gaan we de Henk Barnaar fanreis naar Turkije weer doen. Voor de tweede keer op rij. Dus vorig jaar heb ik het ook gedaan. En dat was best een heel groot succes, zeg maar. En ja, om het nog een keer te doen lijkt me hartstikke leuk. Ja, met allemaal gezellige mensen, fans van mijzelf en ook mensen die graag een keer een muziekreisje mee willen doen natuurlijk. En ja, het is allemaal zon, zee, strand en lang leven de lol, zeg maar. Je hebt een mooi leven volgens mij. Een heel mooi leven, maar ook wel een beetje zwaar. Maar het is wel gezellig.